Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het een avondroutine. Vandaag is het donderdag. En op donderdag ben ik altijd het vroegst uit op school. Als eerste doe ik altijd mijn schoenen uit. En hang ik mijn jas op de kapstok. Dan ga ik naar binnen en gooi ik mijn tas in de hoek van de kamer. Ik nam ook wat te eten en te drinken. Ik deed limonaad in mijn messenger en pakte ook een paar lekkere aardbeien. Ik ging daarmee naar buiten omdat het lekker weer was en checkte mijn social media. En soms maak ik dan ook even een video op Musical.ly. En dan ga ik naar boven om mijn huiswerk te maken. Dit keer moest ik leren voor een toets voor Frans. Wat heel fijn is dat wij digitale boeken hebben. Dus wij hebben onze boeken op ons iPad. Dan is het tijd om te gaan douchen. Soms douche ik voor het eten en soms na. Maar dit keer deed ik het voor omdat ik gewoon genoeg tijd had. Na het douchen deed ik mijn onesie aan, die eigenlijk te groot is, maar dat is juist lekker. En ik had ook lekker mijn warme sok aangedaan. Toen was het tijd om te gaan eten, dus ik ging naar beneden en we aten pasta met pesto. Ik moest ook nog eventjes wat doen voor mijn huiswerk, want ik had het nog niet af. Soms heb ik het wel af en soms niet, maar dit keer niet. Toen ik klaar was met mijn huiswerk, ging ik op YouTube een paar filmpjes kijken. Ik kijk vaak naar vlogclips. Ik ga meestal ook nog eventjes wat spelen op mijn keyboard. Dan is het tijd om mijn tas in te pakken. Maar eerst moet ik hem altijd nog eventjes uitpakken. Ik kijk altijd nog eventjes op actueel rooster om te kijken wat ik de volgende dag heb. En ik hoop natuurlijk ook dat er een les uitvalt, maar in dit geval was dat niet zo. De volgende dag had ik wiskunde, Engels, Nederlands en biologie. Ik deed alles in mijn tas wat ik nodig had en ik was klaar. Ik ging ook nog eventjes tv kijken en ik keek de grote improvisatieshow. Ik ga daar naar boven om me klaar te maken om te gaan slapen. Ik kam altijd eerst mijn haren, dat doe ik van achteren, omdat ik daarna mijn gezicht ga wassen en dan zit mijn haar niet in mijn gezicht. Dan ga ik mijn gezicht wassen en reinig ik het eerst met water. En dan was ik het met zeep. Ik was mijn gezicht nog eventjes met water. En droog het af. Ook nog even de tanden poetsen. En dan kan ik echt nooit stilstaan. Ik moet altijd bewegen. En klaar. Nu is het echt tijd om te gaan slapen. Als ik in mijn kamer kom, doe ik altijd eerst mijn kussens goed. Dan doe ik mijn pyjama aan. Mijn gordijnen dicht. Dan doe ik mijn lichten aan bij mijn bed. En smeer ik lipscrub op mijn lippen. Dan ga ik slapen en doe ik mijn licht uit op mijn bed. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doei!